minor, but you'll need to take it easy to avoid making the problem worse. Hey mensen, dit is ons gaming en welkom bij een nieuwe aflevering van F1 2017. We zijn inmiddels al in Singapore, het stratencircuit waar het toch altijd wel weer heel erg spannend is. En we gaan eens kijken wat we in deze grote prijs van Singapore kunnen gaan halen. Het is een weekend waarin het droog, nat is en dan weer droog en weer nat en van alles en nog wat. Ram natuurlijk kijk op de like knop en vergeet ook zeker niet te abonneren. Het is nog precies 2 weken en dan komt F1 2018 uit. Dus we moeten ook echt opschieten bij deze carrière. Maar hopelijk ga ik het nog afkrijgen voor die tijd. Ik zal binnenkort ook bekend gaan maken voor welk team ik ga rijden in F1 2018. En er komt natuurlijk nog wat informatie aan. Dus het wordt allemaal super tof. Nou, de rival ten opzichte van Ricciardo heb ik verloren zoals jullie gezien hebben. En ja goed, updates. We gaan waarschijnlijk geen updates meer krijgen dit seizoen. Ik heb niet zo heel veel punten, resource points meer. En er zijn nog een stuk of 6, 7 races te gaan. Dus het is eigenlijk zeg maar einde van het seizoen qua updates al. Standaard kampioenschap. We staan op die 5e plek. En dat lijkt ook gewoon de plek te zijn waar we op gaan eindigen. Want onze voorsprong op de nummer 6. Perez, mijn teamgenoot, is vrij groot. En de achterstand op de top 4. Ja, die is ook best wel groot. En in de top 4 is best wel interessant. Want eigenlijk, Bottas, Vettel, Raikkonen maken best nog een flinke kans om kampioen te worden. En Hamilton heeft de laatste tijd ook toch wel weer wat aansluiting gevonden. Dus het kan eigenlijk nog alle kanten op. Er zijn eigenlijk gewoon nog 4 man in de race voor het kampioenschap. En dat maakt het natuurlijk nog wel interessant bij de standaard kampioenschap. Ja, eigenlijk elk weekend zijn Mercedes en Ferrari een klein beetje aan het wisselen van positie. Dus ook daar zit het nog erg dicht bij elkaar. Nou, hier het overzicht van dit seizoen wat ik gereden heb. Eigenlijk gewoon een heel stabiel seizoen. 2 keer het podium gehaald. Waaronder 1 keer zelfs een overwinning. En eigenlijk is het gewoon een heel prima degelijk seizoen. En we hebben eigenlijk vanaf het begin af aan meteen de Red Bulls weten te verslaan. Dus dat is best wel knap eigenlijk met de Force India. Ik heb ook een nieuwe rival nog eventjes zo aan het einde van F1 2017. En dat is dus niemand minder dan Max Verstappen. Nou goed, in principe moeten we die natuurlijk kunnen verslaan. Want we zijn eigenlijk gewoon beter dan dat de Red Bulls zijn. Dus in principe moet dat dus gewoon lukken. En daar gaan we dus zo meteen even naar kijken. Waar we eerst dus naar gaan kijken, eerst naar de kwalificatie. En ik zei het al, dit weekend was een raar raceweekend met regen en dan weer droge periodes. En dan weer regen en droge periodes en van alles en nog wat. Om de snelheid een beetje in te houden in mijn video's sla ik de trainingen gewoon voorlopig over. En gaan we dus meteen naar de kwalificatie. En we zitten dus hier in Q1. Ik neem heel veel risico, heel veel wijd daar. En uiteindelijk zet ik wel gewoon P5 neer. Best wel een hele goede tijd natuurlijk. En dat is ook dus genoeg om door te gaan. Uiteindelijk zakken we wel terug naar P9. Maar het is gewoon genoeg om door te gaan. Het was nog wel wat nat tijdens het begin van de eerste van Q1. Maar echt grote verrassingen waren er eigenlijk niet echt. De beide Saubers, Stroll, Kvyat en Van Doornen. Dat zijn eigenlijk de bekende namen. Nou, dan gaan we meteen door naar Q2. En ook hier in Q2 was het eigenlijk gewoon compleet droog deze keer. En was ik bezig met een rondje op de Ultra Softs. En het was best wel een goed rondje. En hier neem ik iets minder risico dan dat ik net deed. Blijf netjes binnen de lijntjes. En zet hem op P4. Prima tijd dus. En daarmee zijn we dus in principe door naar Q3. Jazeker, want we blijven uiteindelijk dus gewoon op P4 staan. En verder eigenlijk Alonso natuurlijk al opvallend genoeg door. En eigenlijk verder waren er niet zo heel veel grote verrassingen. Behalve dat de Ferraris, onder andere Raikkonen, was wel erg snel. Eigenlijk het hele weekend al, en dat is wel opvallend te noemen. In tegenstelling tot Bottas, die niet echt heel snel was. Maar goed, we gaan meteen door naar het echte belangrijke deel, Q3. En ja, je ziet het al, daar regent het. En dat was een hele rare Q3, want het begon eigenlijk vrij droog. Toen begon het heel hard te regenen. Nou, daarom ging ik dus rijden op mijn full wet banden. En uiteindelijk was het weer wat minder hard aan het regenen. Hadden we eigenlijk op de intermediates moeten rijden. En dat zien we dus ook terug in dit resultaat. Want in mijn laatste run op de full wets was gewoon niet goed. Ik had eigenlijk op de intermediates moeten rijden. Je ziet het ook in het overzicht. Want Bottas, Vettel, Raikkonen en Hamilton hebben dat wel gedaan op de intermediates rijden. En hebben daarmee de snelste tijd neergezet. En ik kwam gewoon niet verder
P10. Nou goed, het is niet anders. We gaan even kijken naar de complete startopstelling. En nou goed, we zagen net al toen ik hier er bovenaan stond. Dus hier wel pole position voor Valtteri Bottas. Raikkonen tweede, de beide Finnen dus bovenaan. En dan Hamilton derde. Max vierde, Perez vijfde, Ricciardo zesde. Vettel met een straf naar P7. Hebben we geen voordeel van. Alonso, Magnussen en ik dus op P10. Nou goed, en verder zien we de rest ook wel. Jammer dus dat door Vettel zijn straf eigenlijk geen plekje omhoog schuiven. Maar goed, het kan gebeuren. Nou, dan gaan we beginnen aan de race. En de lichten zijn uit en we zijn dus onderweg. Dat is belangrijk. Ik kan meteen vragen wat de stand van de zaak is als het gaat om het weer. Nou, er wordt geen regen voorspeld. 1, 2, 3. En we hebben een aardige start, maar Massa neemt ontzettend veel risico tijdens de start. En maakt heel wat plekken goed. Hij gaat van plek, volgens mij een plek 12 in één keer naar plek 8. En wij zelf behouden eigenlijk onze positie in het begin. Zit hier aan de binnenkant bij Alonso. Dan op dit rechte stuk, dan zouden we hem toch moeten pakken. Want de Honda motor vorig jaar van McLaren was natuurlijk vrij bedoeld. En onze Mercedes motor, ja, die was gewoon goed natuurlijk. En hier aan de binnenkant zitten we dan bij Alonso. Iets laten remmen. Alonso probeert nog later te remmen. Maar we pakken hem uiteindelijk toch. En zo hebben we in ieder geval één positie te pakken in de openingsronde hier in Singapore. Nou, dan een klein stukje later zitten we aan het einde van de eerste ronde. Dan zitten we heel dicht achter Felipe Massa. En ja, het opkomend rechte stuk is natuurlijk maar een heel kort stukje. Dus daar kun je niet altijd even makkelijk inhalen. Dan moet je echt heel, heel dicht achter iemand zitten. Er is ook een DRS-zone daar op het rechte stuk. En dat is eigenlijk gewoon een kansloze DRS-zone. Want hij is gewoon veel te kort. Je moet echt super dicht achter iemand zitten. Dan pas zou je er echt gebruik van kunnen maken. Maar goed, waar je wel makkelijker kan inhalen is natuurlijk op dit stuk. Want dit is natuurlijk een vrij lang stuk. En normaal gesproken is daar ook een DRS. Maar er valt eerst iemand uit. En zo hebben we dus al maar één rondje de eerste uitvaller van deze race. En dat schiet dus voor hem niet echt op. Wij zelf zitten dan nog steeds achter Felipe Massa. En dat is allemaal dus nog in het tweede rondje. En voor mij rijdt dan een groepje van Verstappen volgens mij. En ook Vettel. Vettel had eigenlijk een hele slechte start. Die komt dus niet echt naar voren. En daar gaan we later in de race nog wel wat meer over zien. Want zijn auto is duidelijk niet goed. En dat geldt zometeen ook nog voor Max. Maar dat gaan we dus zometeen zien. Nou, we zitten dan inmiddels in rondje 3. Dat betekent dus ook dat de DRS geactiveerd is. En dan hoop ik eigenlijk toch wel wat sneller richting Massa te komen. Maar ik moet me eerst eventjes druk maken om de man achter mij, Hulkenberg. Want die rijdt op een of andere manier het gat dan dicht. En zo rijd ik eigenlijk dus op P9. Wil ik eigenlijk natuurlijk P8 gaan pakken, afpakken. Maar moet ik op dit moment eerst even verdedigen ten opzichte van P10. Nou goed, even later dan in rondje 4 zit ik eens weer heel dicht achter Massa. En dan is het gewoon alles of niks. En dan zetten we hem hier langs. Een echte inhalactie op Massa, zoals je dat vaak kan doen. Want Massa is natuurlijk al, was altijd iemand die gewoon ja, niet meer heel echt van het zwaarder vechten was. En hij laat mij min of meer heel makkelijk voorbij. En zo rijden wij dus dan inmiddels op P8. Het heeft even geduurd. Maar goed, we zijn in ieder geval op P8. En dat ziet er dan dus wat dat betreft goed uit. Nou, voor mij rijdt dan Vettel en die gaat er binnen. Dus daar zijn we dan ook vanaf. Dan rijdt voor mij mijn teamgenoot Perez. En ik dacht eerst dat het Verstappen was, maar het was dus Perez. En dan zitten we dus in rondje 5 op P7. Zijn dus eerst auto's al begonnen met hun pitstops. Nou, dan is de vraag van hoe snel zijn wij ten opzichte van mijn teamgenoot. Ten eerste moet ik eerst weer eventjes in mijn spiegels kijken, want Massa die zet ineens weer aan. En dat is op zich wel weer opvallend, dat ik niet zo makkelijk deze race kan wegrijden van de rest. Nou, dan hebben we inmiddels ook alweer onze tweede uitvaller van de race. Wie was het ook alweer? Ik heb geen idee, het komt zo meteen gewoon in beeld te staan. Maar in ieder geval, al vrij vroeg in de wedstrijd zijn er alweer twee coureurs uitgevallen. Je zou verwachten dat het dan dus een safety car gaat opleveren, maar dat is dus weer niet zo. Heel apart is dat in deze game, hè? Want soms dan staat een auto, hè, op straatcircuits, als daar een auto stilstaat, dan is dat meestal gevaarlijk. Er moet een safety car komen. En op andere circuits waar auto's gewoon meteen op een hele goede plek staan, dan komt ineens een safety car de baan op. Dat is altijd zo, ja, niet helemaal logisch in deze game. Maar goed, wat wel lekker is, is dat wij inmiddels op P3 rijden. En dat komt allemaal natuurlijk omdat er heel wat auto's naar binnen gaan. Wij kunnen vrij lang doorrijden op onze ultrasoft banden. En, want we zitten al in rondje 6 en we hebben eigenlijk nog steeds geen lasten van. En ik zat er zelfs eigenlijk aan te denken om wat langer door te rijden. Maar ik dacht van nou, het team heeft waarschijnlijk al de juiste strategie uitgestippeld voor mij. Dus laten we maar gewoon ons houden aan de strategie. En dat doen we dus ook in rondje 7. Dan gaan we naar binnen.
We hebben weer de vraag, hoe ver vallen we terug en hebben we last van eventueel verkeer of niet? Nou, het antwoord daarop is gelukkig nee. We kunnen gelukkig heel snel deze pitstraat weer verlaten. We vallen terug naar P. Ha. Ik ben trouwens behoorlijk verkouden. Maar we vallen terug naar P15. Daar is mijn teamgenoot Perez. Dus ik val net weer terug eigenlijk achter Perez. En dat betekent dus dat we eigenlijk niks gewonnen hebben, maar ook niks verloren hebben met onze pitstopstrategie. Perez zit trouwens weer heel dicht achter Vettel. En Vettel begint eigenlijk vanaf dit moment behoorlijk wat problemen te krijgen met zijn auto. Het is niet helemaal duidelijk wat hij nou precies had, maar die gaat in ieder geval niet sneller op worden. Nou, en dan een rondje later pakken we weer wat posities goed en terug, omdat wij... omdat de auto's naar binnen zijn gegaan, liggen dus weer op de 13e plek. En je ziet het al, ook Max zit nog tussen Vettel en Perez in. En ook Max die krijgt wat problemen met de auto later in de race. Dus het is wat dat betreft opvallend dat er wat auto's zijn met problemen en dat er ook al twee uitvallers zijn. En we zitten zelf al in rondje 8 en we hebben inmiddels DRS. Dan zit ik hier heel dicht achter Perez en ik wil natuurlijk het groepje gewoon voorbij. Maar ja, dat gaat op deze manier niet lukken. Dus een rondje later, een rondje 9, proberen we het opnieuw. Dan zit ik hier aan de binnenkant bij Perez en dat gaat allemaal maar net, zou je zeggen. Ja, dat gaat ook maar net. En dan krijg ik hier een flinke tik van Perez, waardoor mijn voorvleugel aan de linkerkant een klein beetje beschadigd is. Dan zit ik hier heel dicht achter Perez, moet oppassen dat we niet afgaan. En ja, ik was een klein beetje opgefokt van die beuk die ik kreeg van Perez en daarom zet ik hem hier dus naast. Het pakt in principe goed uit, want we hadden daarna geen contact meer. Maar het was in ieder geval eventjes heftig tussen mij en Perez, mijn teamgenoot dus. Nou, dan zitten we een rondje 10 dus, een rondje later. Rijden we dus op P9, ondertussen zijn er wat auto's nog weer naar binnen gegaan. Zitten we heel dicht achter Vettel en die maakt een klein foutje, want er was absoluut geen contact. En zo rijden we dus op P8. Vettel heeft dus zware problemen. En je zal het zo meteen zien, ook Perez gaat hem zo meteen heel makkelijk inhalen. Dus Vettel valt steeds verder en verder terug en doet daarmee dus ook hele slechte zaken in het kampioenschap. Nou, wij zelf gaan gewoon lekker vrolijk door. En dan zitten op dat moment voor mij nog wat auto's die ook naar binnen gaan, waardoor we inmiddels al rijden op P6. Dus dat gaat gewoon erg goed. Voor mij ligt dan inmiddels Verstappen en ik krijg via de boordradio te horen dat Max ook problemen heeft, net zoals Vettel, met de auto. En dan ga ik dus als een dolle rijden om zo snel mogelijk nog proberen Max bij te halen en die dan eventueel nog in te halen. Want dan zouden we dus nog gewoon P5 kunnen worden. Nou, we komen steeds dichterbij aan Max zoals je ziet, maar ook achter mij Perez heeft nog flink wat snelheid. En kan dus meegaan wat dat betreft. En we moeten dus oppassen dat Perez niet ineens weer terugkomt. Nou, je ziet het, Max een auto, we komen zo snel dichterbij, die heeft dus duidelijk problemen. Wat het precies is, weet ik niet helemaal zeker, maar het ziet er in ieder geval niet goed uit. En dan zouden we op dit stuk eventueel Max toch moeten kunnen inhalen. Want we hebben DRS, we hebben gewoon een snellere auto. Plus een rechtstuk. En ja, hier gaan we al. Zonder DRS was het waarschijnlijk ook wel gelukt. En dan kunnen we hier aan de binnenkant kunnen we hem eigenlijk heel makkelijk uitremmen. En liggen we dus op P5. Ook Perez zal hem zo meteen makkelijk kunnen gaan pakken. En zo lijkt het weer een lekker resultaat geworden dus voor Force India. Nou, even later zitten dan in rondje 14 van de race en hebben we gele vlaggen. En dat is geloof ik voor een langzaam rijdende Vettel. Ondertussen word ik nog weer aangevallen door Perez. Het was een heftig race tussen mij en mijn teamgenoot. Hij gaat maar hier dus voorbij met zijn DRS. En alleen hier aan de binnenkant weet ik hem weer terug te pakken. Ja, het was niet een hele clean actie dit. Maar het was wel echt een zwaar gevecht tussen mij en Perez. We pakken dus weer die vijfde plek terug. En dat allemaal nog in het één na laatste rondje van de race. Nou, dan gaan we dus uiteindelijk richting de laatste ronde van de race. En hebben we ook alweer de volgende uitvallers. We hebben dus drie uitvallers deze race. En hebben we ook nog eens twee man, Max Verstappen en Vettel, die dus problemen hebben met auto's. Dus er waren best wel wat auto's dit weekend in de race met dus problemen. En we zitten dus dan in de laatste ronde en we lijken dus op een P5 en P6 af te gaan. En dat gaat ook gebeuren. Wat gewoon een prima resultaat is. Het is eigenlijk gewoon weer de standaard P5. Ja, verder dan dit komen we dus eigenlijk telkens niet. Maar ja, ik kan hier op zich wel tevreden mee zijn. We hebben helaas niet beide Red Bulls weten te pakken. Want Ricciardo eindigt als vierde. Maar al met al was het gewoon weer een aardig goed weekend voor ons. Dus dat is in ieder geval... Dat was in ieder geval mooi. Nou, de overwinning gaat naar... Ja, het kan geen Vettel zijn, dus het kan alleen maar Raikkonen zijn. Raikkonen wint dus de grote prijs van Singapore. En dat maakt het kampioenschap natuurlijk weer een stukje interessanter.
Want nu hebben we dadelijk echt drie man die vrij dicht bij elkaar zitten. Bottas doet natuurlijk wel prima zaken, wordt derde. En Hamilton, ja, opvallend genoeg toch ook gewoon weer tweede. Dus ook die doet het weer goed. Ricciardo dus vierde. Nou, ik vijfde. Perez met 10 minuten 6. De Massa uiteindelijk zelfs nog zevende. Heeft dus nog Max in weten te halen. Hulkenberg negende. En Magnussen die opnieuw een puntje pakt. Dus wordt tiende. Ja, Vettel die valt uiteindelijk dus ver terug. Kreeg ook nog een lekker band volgens mij. Dus dat was een vrij dramatisch weekend voor Sebastian Vettel. En als wij dan gaan kijken bij de stand van het kampioenschap. Ja, je ziet het. Bottas en Vettel, dat zit vrijdag bij elkaar. Maar ook Raikkonen zitten niet zo heel ver meer vandaan. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Hamilton. Als een van de heren vooraan een keer een fout maakt of uitvalt en de andere wint. Ja, dan kan het nog eens wel heel spannend geworden. Nou, Ricciardo doet goede zaken, want hij pakt weer P6 af van Perez. Ik zelf blijf gewoon op mijn vertrouwde P5 staan. Forever P5, denk ik. En dat is het dan eigenlijk wel weer voor de grote prijs hier in Singapore. Onderaan nog steeds een paar coureurs, onder andere dus Stroll van Doornen en de beide heren van Sauber die nog steeds puntloos zijn. En bij de constructeurs, ja, Ferrari heeft nu een klein gaatje ten opzichte van Mercedes moeten toestaan. En voor de rest zijn er eigenlijk geen wijzigen. Dit was de grote prijs van Singapore. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Adios en tot ziens.